Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt in een persbericht dat het pentavalent-vaccin niet in voorraad is. Sinds maart 2019 is er een schaarste aan dit vaccin dat bestemd is voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Dit vaccin beschermt de kinderen tegen difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B, hemophilus influenza en polio. Pentavalent wordt in combinatie gebruikt met poliovaccin. Ondanks het tekort aan pentavalent wordt het poliovaccin wel toegediend. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het risico van besmetting laag is, omdat er nog geen sprake van een uitbraak is. Het ministerie van Volksgezondheid werkt eraan om het tekort voor eind juni aan te vullen.